Hey dames, even een kort videootje van mij. Ik zie, hoor, merk en voel dat er wat onrust is over de hoogte van de gift die we op het moment vragen. Maar vooral ook de manier waarop we dat dan doen. En wat doen we dan als iemand lager wil geven dan wij eigenlijk willen. Ik ben daar eens heel even in gedoken. Ben eens even wat gesprekken van jullie gaan checken. Van ja, wat gebeurt er dan? Dat zo'n onzekerheid met zich meebrengt. Of dat voor jullie een beetje als lastig voelt. En er vallen mij wel een aantal zaken op. Waar we denk ik op hele korte termijn verbetering kunnen pakken. Het is namelijk zo. Alle gesprekken die ik heb geluisterd. Klinken dan in de aftastfase heel sterk. Maar op het moment dat we uit gaan leggen waarom het juist nu zo belangrijk is om die gift om te zetten naar een maanddonatie, maar vooral ook om hem te verhogen, daar worden we heel twijfelachtig. Ik hoor veel twijfeltaal, ik hoor veel stiltes, ik hoor veel alsof jullie angstig worden om die fase van het gesprek in te gaan. Terwijl dat juist het moment is dat je vol gas wil gaan. En vol gas ook iemand wil overtuigen van ja, maar dit is het moment. Nu heb ik u nodig en u gaat mij helpen. Zo zeg je dat natuurlijk niet, maar dat is wel de manier waarop je het een respondent wil laten voelen. Veel meer overtuiging erin. Niet naar achter, maar juist doorschakelen naar die volgende versnelling. Die leiding terugpakken en volop en nu ga ik je pakken. Die instelling of die toon mis ik een beetje in de gesprekken. Het klinkt allemaal wat angstig, wat terughoudend. Vooral ook als ik dan ga kijken naar het stukje richting de ordervraag. Dat staat best wel stellig in het script, hè, op Zonnebloem. Tussen de 3 en 5 euro per maand is wat de meeste mensen doen. Ik kan niet in uw portemonnee kijken. Maar ik wil u vragen wat u kunt. Rinket zit mij uit te lachen. Nou ja, goed, hebben jullie ook weer even gelachen. Juist daar wil je tussen die 5 en die 8 euro benoemen, omdat dat is wat de meeste mensen doen. Ik ga niet in uw portemonnee kijken, wat mag ik voor u in orde maken? Ja, wat hoor ik nu? Ik hoor nu in één keer, hebben jullie het over de meeste mensen geven tussen de 3 en de 8 euro? Staat niet in het script, dus ik weet niet helemaal waar jullie die 3 euro dan ineens vandaan halen. Laat die achterwegen. Als mensen uiteindelijk op die 3 euro uitkomen, dan heb je prima onderhandeld. Maar zet hem niet te laag in. Tussen de 5 en de 8 euro is echt prima om dat op die manier te benoemen. Jij vraagt ook niet om dat bedrag. Je benoemt, dit is wat de meeste mensen doen. Wat mag ik voor u noteren? Wat doen we nu? Er wordt een heel verhaal omheen gebouwd. Ik vraag niet om gouden bergen. Alle kleine beetjes helpen. We zijn blij met alles. Dat klopt, dat is ook zo. Maar door dat te benoemen, gaan we die respondent wel ontzettend bevestigen. In dat we het over een bepaald bedrag hebben. En halen we eigenlijk ons verhaal dat we geld nodig hebben een beetje onderuit. Laat die dingen achterwege. Het is helemaal niet nodig. Je hoeft niet te zeggen dat je niet om gouden bergen vraagt. Je hoeft niet te zeggen alle kleine beetjes helpen. Als dat later in het gesprek alsnog nodig is om iemand over de streep te trekken om wel naar 3 euro per jaar te gaan, mag je het nog gebruiken. Maar start daar niet mee. Start vol overtuiging. De meeste mensen geven ons tussen de 5 en de 8 euro. Kan niet in uw portemonnee kijken. Wat mag ik voor u noteren? Nou, daar krijg je een antwoord op. Kijk, en als iemand dan zegt, ja, 8 euro vind ik wel wat veel. Nou ja, goed, kan ik me helemaal voorstellen. Zal ik het dan voor 5 euro per maand voor u regelen? Er mag veel meer overtuiging in. Dat hele stukje twijfelachtige mogen we los gaan laten. Want het is niet nodig. Het is vaak vanuit aannames gedacht. En dan heb je waarschijnlijk 1 gesprekje gehad waarin iemand zei, ja, dat vind ik echt te duur. En daar zijn we een beetje omheen gaan fietsen. Nou, dat is heel zonde. Dat moeten we niet doen. Wat wil ik van jullie? Dat jullie de attractie, dus zeg maar waar we gaan uitleggen waarom die verhoging zo belangrijk is. Maar vooral dat stukje aanbod waar we naar de ordervraag toe gaan werken. Die wil ik echt letterlijk volgens het script horen. Dus niet tussen 3 en 8 euro, niks over gouden bergen, niks over... Gewoon letterlijk volgens het script. En dan weet ik zeker dat je gaat merken dat dat veel gemakkelijker gaat gaan.
Ik wil heel graag dat jullie ermee aan de slag gaan. Ik ga erop inluisteren of dat ook allemaal lekker lukt. En dan weet ik zeker dat we de gemiddelde waarde van onze giften een heel stuk omhoog kunnen gaan brengen. Ik wens jullie succes.